De provincie Zeeland bestaat 200 jaar. Maar de geschiedenis van dit gebied is al veel ouder. Een jaar lang de Kanon van Zeeland. Met deze week het land van Saaftingen. Dit is het grootste brakwaterschorengebied van Noordwest-Europa. In dit gebied zijn de eerste, dus de oudste aardewerkscherven van Zeeland gevonden. Van de zogenaamde Michelsbergcultuur. Die wijzen op de eerste landbouwers in Zeeland. Daarna zijn er ook nog vuurstenen voorwerpen van 9000 jaar oud gevonden, van jagersverzamelaars. En daarnaast hebben we ook nog een heleboel vondsten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Dus het verdronken lang van Saaftingen is een heel belangrijke archeologische vindplaats voor de provincie Zeeland. In de late middeleeuwen was dit gebied vrijwel helemaal ingepolderd. Vier eeuwen later werd het voor militaire doeleinden onder water gezet. Sindsdien spreken we over het verdronken land van Saaftingen. Tegenwoordig een beschermd natuurgebied van 3500 hectare en een archeologische vindplaats. Kijk, wat we hier zien, dat zijn vuurstenen voorwerpen van jagers-verzamelaars en houtskoloressen van ongeveer 9000 jaar oud. Maar wat we in deze vitrine zien, dat zijn vuurstenen voorwerpen en aardewerkfragmenten van de eerste boeren in Zeeland. Kijk, als ik deze scherf pak, er zit ook een heel klein oortje aan, een knobbeloortje noemen wij dat. Met een gat. Hè. En daar kun je een touwtje doorheen trekken en dan heb je een hangpot. Onder andere deze hangpot is dus het oudste bewijs van landbouw in Zeeland. Onderzoek naar de Zeeuwse prehistorie is moeilijk. Daarvoor is het landschap door de eeuwen heen te vaak veranderd. Toch komen we steeds meer over die tijd te weten. Zo ligt onder een groot deel van Zeeland een gebergte van miljoenen jaren oud. De resten van het Brabants massief. Zoals we dat noemen. Daarbovenop hebben zich vervolgens weer nieuwe lagen afgezet. Een deel daarvan is nu nog zichtbaar in de Meester van der Heide groeven in Nieuwname. Ja, dit is dus het oudste stukje Zeeland zoals we dat kunnen vinden in Zeeland. En je kunt hier heel mooi die gelaagdheid zien. Dit is een strandvlakte, van ooit een strandvlakte uit de tijd van het Plioceen. En dan moet je je voorstellen dat is 3 miljoen jaar geleden. Is ongelooflijk lang geleden. Opgebouwd. Veel ijzer is daarin afgezet in de loop der tijden. Daarom is dit zo hard hier als je erop klopt. Dit wordt ook wel de rotsen van Nieuwname genoemd. En als je verder naar boven toe kijkt, zie je een verkleuring nog verder. En de bovenste laag, dan heb je het over een halve meter, is dan weer een hele andere geologische laag. Pleistoceen, uit de tijd van de laatste ijstijden. En dan heb je het over 10.000 jaar oud. Dus een enorm verschil op korte afstand van elkaar. Er zitten ook allerlei fossieltjes in, van 3 miljoen jaar oud. Mooie schelpjes, dat is zeer fascinerend. Naast deze fossielen worden in Zeeland ook met regelmaat resten van prehistorische dieren opgevist uit de Wester- en Oosterschelde. Zoals die van de wolharige neushoorn en de mammoet. Veel van deze vondsten worden in het Zeeuws Museum bewaard. En ze zijn gemaakt door Neandertalers. Ze zijn al waarschijnlijk meer dan 100.000 jaar oud. Je ziet hier drie zogenaamde afslagen. Die zijn van een stuk kern afgeslagen. En twee schrabbers. Dit is een stuk wat als een schrabber is bijgewerkt. Kleine stukjes eraf geslagen. En daar kon je bijvoorbeeld hout of plantaardig materiaal mee bewerken. En deze vondsten bewijzen eigenlijk dat de Neandertaler in Zeeland ook heeft rondgelopen in die tijd. Zeg maar 100.000, 200.000 jaar geleden. Deze Neandertalers, maar ook de mensen die daarna volgden, waren jagers en verzamelaars. Later werden dat akkerbouwers en veehouders. Pas rond 3500 voor Christus vestigden de eerste mensen zich min of meer permanent in dit gebied en ontstonden er nederzettingen. De belangrijkste nederzetting die gevonden is, is die bij Brabers, bij Haamstede. Daar groef Zeeland's eerste beroepsarcheoloog Jan Trimpe Burger eind jaren 50 van de vorige eeuw de sporen van twee woonboerderijtjes op van omstreeks 2500 voor Christus. Tot nu toe zijn dit de oudste huizen die in Zeeland bekend zijn. En nog steeds worden er met regelmaat bijzondere vondsten gedaan. De laatste spectaculaire vondsten die dateren eigenlijk uit 2003. Die komen van een opgraving uit Grijpskerke, hier op Walcheren. En dat zijn grote ijzertijdscherven. We hebben in totaal 660 kilo gevonden in één put.
tweede eeuw voor Christus. Het is ook nog prehistorie. Nou, we moeten alles nog een beetje in elkaar lijmen. Er is al heel veel gebeurd sinds die tijd. Maar een groot deel van het resultaat zie je ook al hier in de stellingen staan. De belangrijkste prehistorische vondsten van Zeeland worden bewaard in het Zeeuws Archeologisch Depot van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in Middelburg. Hoewel Zeeland zeker geen mekka is voor onderzoek naar de prehistorie of spectaculaire vondsten uit die periode, zijn in de hele provincie wel archeologische schatten aangetroffen. Zoals bijvoorbeeld het oudste bewijs van landbouw in de streek in het land van Saaftingen. Wil je meer weten over dit kanonvenster en zo de geschiedenis van Zeeland ontdekken en beleven? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.